We hebben herpes op de kaart gezet, op de wereldkaart gezet door de Q-koorts. En dan gaan ze notabene in het dorp waar de uitbraak van de Q-koorts is, dan gaan ze dus de geiten uitbreiden. Waardoor je dus de kans op zoonozen alleen maar toenemen. Enerzijds kan de gemeente de vergunning op basis van wetgeving niet weigeren. Maar het stuit natuurlijk op zo ontzettend veel bezwaar en angst, vooral ook angst. Maar het gaat ook om het totaalplaatje en het gaat om het totaal van op een gegeven moment zit je aan een limiet op een bepaalde plaats. En ik gun zijn uitbreiding van harte, alleen dat kan niet meer op deze plek. Dus ik denk dat de gemeente in moet grijpen en moet zeggen we gaan het samen verplaatsen. Dat de echt de beste oplossing is. Ja, een gemeente is een overheid en heeft zich ook te houden aan wetgeving die er is. Dus wij hebben heel zorgvuldig getoetst aan de wetgeving welke mogelijkheden we hebben. En we hebben met de boeren overleg gehad. En die heeft de voorwaarden van ons geaccepteerd die voor een groot deel komen uit een GGD-advies om in feite de zaak qua gezondheid veiliger te maken.